things are true. Whatever things are just, whatever things are honest, think dead. Dat het eruit komt. Maar ik wou het hebben over Romeinen 8, vers 1. In Romeinen 8 vers 1, daar staat, dus er is nu geen verdoemenis, dat is een verschrikkelijk woord, of je kan ook zeggen geen veroordeling, in andere vertalingen zal wel geen veroordeling staan. Er is geen veroordeling meer of verdoemenis voor hen die in Christus Jezus zijn. Halleluja, yes! Er is geen veroordeling meer voor mij, want ik ben in Christus Jezus. En dan staat erachter, die niet naar het vlees wandelen, maar naar de geest. En dan kom ik alweer een beetje in de problemen. Ik weet niet hoe het bij jullie zijn, want ik heb wel eens regelmatig dat ik merk van, nou, zoals ik nu bezig ben en denk en me voel en opereer, vind ik niet dat ik in de geest wandel of denk. En heb ik het idee dat ik meer in het vlees zit. En dan denk ik van, ja, is er dan nu wel of geen veroordeling voor me? Want ik ben wel in Christus Jezus, maar ik wandel nu niet naar de geest. Ik wandel nu naar het vlees. Hoe zit het nou? Dus bij mij werkt dat zo. Ja, dat ik herken dat. Ik herken dat. Jij herkent dat ook. Ik ben niet de enige. Nee. Die daar zo'n vraagtekens in. Kijk. Nou weten we. He, vanuit het woord, dat he, als je Jezus hebt aangenomen, al je zonde, al je schuld is weggedaan. Je bent gerechtvaardigd in Christus Jezus. God kijkt naar jou als, dit is mijn geliefde kind, in wie ik mijn welbehagen heb. God, bij God is er geen veroordeling, bij God is er geen afwijzing voor jou als je Jezus aangenomen hebt. Ons probleem is dat wij onszelf zo vaak zien tekortschieten en falen en dat we onszelf als het ware veroordelen. We denken van, ja, maar ik zou meer dit en ik zou meer dat en ik zou meer zus en ik zou meer zo. En je weet het wel van binnen, maar ik doe het niet. En nu doe ik weer, handel ik weer naar mijn vlees. Dus het zou zo fijn zijn als ik met absoluut zekerheid wist dat ik in de geest wandel. En wandelen in de geest is nog eigenlijk een stapje verder als alleen maar zo denken. Wandelen gaat, dat is altijd een beschrijving in de Bijbel van, dat je zo handelt. Dat je een leefstijl hebt die zo is. Dus, maar al ons handelen komt altijd voort uit hoe wij wezenlijk denken. Ja, je handelt altijd in overeenstemming met hoe je echt in je kern, in je wezen over dingen denkt. En daar zit wel eens een verschil in. Dat we weten vanuit de Bijbel van het woord, ja, ik weet, ik zou zo moeten denken, ik zou zo moeten zijn. Maar als puntje bij paaltje komt, hè, dat krijg je als je... Ja, je weet, werp al uw bekommernissen op de Heer, maak je in geen ding bezorgd, breng, en dan komt er een probleem. En dan kan je de hele nacht niet slapen, want je zit ja. maar zorgen te maken en ja. maar te malen in je hoofd. En ik bedoel, het woord zegt dat je het probleem bij hem moet leggen en dat je je geen zorgen moet maken. Maar wat je doet is de hele nacht wakker liggen en maar liggen malen van... Hoe moet dat nou? En gaat het wel goed? En, ja. en dan weet je van binnen, dan weet je ergens dat je dus op dat moment niet wandelt naar de geest. Ja. Op dat moment wandel je naar je zin, eigenlijk naar je zintuigen. Je wandelt naar de mening van de wereld. En oh, als mijn kind maar niet... weet je wel... zo en zo verkeerd gaat en dergelijke. En,
We hebben allemaal zo van die zorgen. Hè? Financiën, auto gaat stuk. Waar moet dat geld vandaan komen? Terwijl de Heer heeft gezegd van ik zal in al je behoeften voorzien naar mijn rijkdom en naar mijn heerlijkheid. What me worry? Dat is leuk gezegd. Maar in onze praktijk hebben wij dus een verschil tussen wat we vinden dat we zouden moeten geloven en wat we in werkelijkheid geloven. En wat je in werkelijkheid gelooft, dat is waarnaar je handelt. En dan heb ik het over wat je werkelijk gelooft, maar het is in feite gaat het erom wat je in je ziel gelooft. Want het woord zegt dat op het moment dat je Jezus hebt aangenomen, dan ben jij een totaal nieuwe schepping. Je bent door één offer van Jezus voor altijd geheiligd, volmaakt, perfect gemaakt. Wie in Christus Jezus is, is een nieuwe schepping. Al het oude is voorbij, het nieuwe is gekomen. In jouw geest ben jij precies zoals Jezus is. Dus oftewel, wie jij werkelijk bent in jouw geest, die denkt zoals Jezus denkt. Ik kan ook zeggen, die denkt zoals de Heilige Geest denkt. En nou heb ik een mooi hulpmiddel bedacht, wat ons zou kunnen helpen om bij onszelf na te gaan, hoe wandel ik nu? Wandel ik nu naar mijn vlees of wandel ik nu naar mijn geest? En dat is dit velletje, als iedereen er eens eentje wil pakken. Ik zou ook nog een voorbeeld hebben. En hier kan je dus eigenlijk, dit kan je gebruiken voor de overleggingen die in je hart zijn, de dingen waar je over nadenkt, de dingen waar je mee zit, om nou eens af te vragen, zoals ik nu denk, is het van de Heilige Geest of is het van een andere geest? Even los. Of is het allebei? Nee, we hebben allebei die dingen in ons. We zijn in onze ziel is het een mengelmoesje. Het is een mengelmoesje. Maar bijvoorbeeld, denk jij dat de Heilige Geest overwegingen heeft van dit komt nooit meer goed? Dit is niet meer te redden, dit gaat helemaal fout. Denk je dat de Heilige Geest zoiets denkt? Nou, het is wonderbaarlijk hoe wij zonder over na te denken, zonder enige twijfel, absoluut weten dat dat niet van de Heilige Geest is. Toch? Hoe simpel is dat? Dus wat kan je dan doen? Als je dat soort gedachten hebt, dan schrijf je dat hierop onder het kopje andere geest. Want je weet, het is niet van de Heilige Geest. Ook simpel, hè? Op het moment dat je denkt van, nou, dit is, het is afgelopen. Komt niet meer goed. Op het moment dat je dat denkt, schrijf je dat hier gewoon op, heel praktisch, onder het kopje andere geest. Want dat brengt je er ogenblikkelijk toe van, en hoe denkt de Heilige Geest daarover? Want de Heilige Geest zal altijd, wanneer is de Heilige Geest in paniek? Wanneer heeft de Heilige Geest de gedachte van, nou, dit gaat voorkomen boven mijn petje. Dit red ik niet. Dit is gewoon onhaalbare zaak. Dus op het moment dat wij in onze ziel denken van, komt niet goed, denkt de Heilige Geest, jongens, het is al geregeld. What me worry? Dat is hoe de Heilige Geest denkt. Nou, 1 Korinther 6 vers 17 zegt, wie zich met de Heer verenigt, is één geest met hem. Oftewel, in jouw geest denk jij precies hetzelfde als de Heilige Geest.
Dus jij zit, ligt de hele nacht te woelen en je af te vragen, hoe moet dat nu verder? En je denkt van, ja, ik maak me zorgen. Nee, jij maakt je geen zorgen, het is je vlees dat zorgen maakt. Want de werkelijke jij, wie jij bent in de geest, maakt zich helemaal geen zorgen. Die heeft absoluut de zekerheid dat het goed komt. Nou, waar ga je nu je aandacht aan besteden? Waar ga je je tijd aan besteden de halve nacht? Maar in je vlees proberen oplossingen te bedenken. Je vlees maar proberen van, ja, hè? Ik zie geen uitweg, maar misschien is er hier nog een kiertje. Misschien is er daar nog een muizengaatje waardoor het... Ik kijk gelijk al wat verder. Terwijl de Heilige Geest weet al lang hoe dit probleem opgelost kan worden. Of als het aan hem ligt, gaat worden. Bij de Heilige Geest is helemaal geen onrust. Onrust, ook zoiets, is onrust van de Heilige Geest. Nee. Nee, bij de Heilige Geest is altijd vrede. Ja. Dus, en je kan ook dat hele rijtje van de vruchten van de Geest, van Galaten, zeg ik goed, 5 vers 23. 22. 23, ja, dat maakt niet uit. De Engelse vertaling is het, geloof ik. 22 en 23. Wat is de vrucht van de geest? Liefde, blijdschap, vrede, geloof, trouw. Hè? Dat rijtje ken ik nog steeds niet goed uit mijn hoofd. Dat moet toch wel eens een keer. Liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, ja. Goedheid, geloof, zachtmoedigheid en zelfbeheersing. Halleluja. Is dat een bom voor en je weet dat het bij de andere geest is? Ja. En... Ja. Onvrede, ongeduld, onvriendelijk. Ja, het is allemaal de andere geesten. We hebben allemaal andere geesten. Ik onthoud het waarschijnlijk niet omdat dat woord zelfbeheersing. Dat kan ik mezelf mijn eigen ziel niet zo in. Maar goed. Vooral rond de kerstdagen. Nee, pakketstaven en dat soort dingen. Maar goed. Ja, dan lopen ze er wel uit, hoor. Maar, kijk, op het moment, en ik denk, dus in jou is wel degelijk dat denken van de geest. Dat is wat het woord zegt. Het is in mij. Waarom wandel ik er dan niet in? Waarom beweeg ik me daar dan niet in? En het zegt eigenlijk, omdat je dus wedergeboren bent, omdat je nieuwe schepping bent in Christus Jezus, ben je in staat om daarin te gaan wandelen. Maar ik denk dat dat dus een leerproces is. Dat dat een proces is van leren, van oefenen, met vallen en opstaan. Leren, onderscheiden wat er nu in mijn ziel gebeurt. Waar komt dat vandaan? Is dat van de geest of is het van het vlees? En als het op de een of andere manier met zorgen te maken heeft, als het met ongeloof te maken heeft, als het met twijfel te maken heeft, als het met angst te maken heeft, als het met paniek te maken heeft, is het niet van de Heilige Geest, dan is het niet van de geest, dan is het van het vlees. En je kan wel heel erg heilig doen van, ja, maar dat heb ik allemaal niet, want ik ben van de geest. Nee, Ik ga gewoon eerlijk bij mezelf, weet ik dat ik heel regelmatig niet denk in overeenstemming met de geest. En daar schaam ik me niet voor, daar hoef ik me ook niet voor te schamen. Nee, dat is gewoon het proces wat in mijn ziel plaatsvindt. Maar ik mag wel leren het te gaan onderscheiden. Ik mag wel leren het te gaan onderkennen en mezelf te gaan trainen om als het ware mijn ziel bij de kladden te grijpen. En mijn ziel toe te spreken en van, nee, ziel, zo gaan wij niet denken, want dat ben ik niet, dat is van mijn vlees. Wat is van mijn geest? Ik dacht dat het Psalm 46 was of zoiets, die zegt van, daar staat, wat buigt gij u neder, o ziel? Of wat ben je neergeslagen? Hoop toch op God. Dus... Daar zie je een voorbeeld hoe je je ziel, je eigen ziel kan aanspreken
en je eigen ziel aansporen om niet zo te blijven denken, om niet zo te blijven voelen. Maar dat je je ziel kan aansporen om te zeggen, nee, richt je oog op God. Wat wou je zeggen? Ik denk dat wat je zegt absoluut een goed hulpmiddel is, absoluut. Ja. Maar ik denk dat wat een kentering kan zijn, is op het moment dat je beseft wie je bent in God. En niet alleen het beseft, maar dat je tot in je diepste wezen weet hoe geliefd jij bent. Ja. Want als je dat, en dat is mij nog niet gelukt, volledig beseft hoeveel hij van je houdt, dan weet hij zal mij nooit zo laten wanhopen. Hij zal me niet verloren laten gaan. Hij zal mij niet... Als dat de diepste in je zit, dat je dan de oefening niet meer nodig hebt. En dat tot die tijd het een hele goede oefening is. Ja. Helemaal mee eens. Ja. Dan weet je wie je bent en hoeveel God van je houdt. Dat dat eigenlijk het kantelpunt is. Ja. Ja. Maar vaak is ons probleem dat zolang wij nog merken dat wij dus nog niet wandelen volledig in de geest, dat wij onszelf dus afkeuren. Dat we onszelf afwijzen, dat we van onszelf vinden dat we niet zijn wie we zouden moeten zijn. En wij identificeren ons meestal met wat we in onze ziel voelen en ervaren. Ik voel me paniekerig, dus ik ben paniekerig. Dat is identiteit. Nee, het woord zegt, omdat je in Christus Jezus bent, ben jij zoals de Heilige Geest is. Dus de paniek die je voelt is niet van jou, het is van je vlees. Loskomen uit dat je je dus niet meer identificeert met de verkeerde dingen die je voelt en die je ervaart en die er zijn, want ons vlees is nog niet verlost. Wij wachten nog op de verlossing van ons lichaam. Dus we hebben nog steeds, tot de dag dat de Heer terugkomt, hebben wij met die strijd, met die dingen te maken. Het probleem is wanneer je ermee identificeert van, ja, ik heb dat en ik denk dat en ik voel dat, dus ik ben nog niet wie ik zou moeten zijn, dat je jezelf afkeurt. En omdat je jezelf afkeurt, kan je niet voorstellen dat God helemaal blij en helemaal tevreden met je is en denkt van, perfect. Daar zit echt een knoop bij ons. Ook ons probleem is ook een beetje bij denken bij het vlees. En denken van het vlees denken we meestal een beetje beperkt aan vleeselijke lusten of zo. In de zin van seksueel onreine gedachten en verlangens en gevoelens. Maar van het vlees is ook gewoon denken in overeenstemming met wat je zintuigen je vertellen. En je zintuigen vertellen je, dat je niet waard bent. Het gaat niet goed. Zoals de storm op het meer, je vergaat. Precies. En dat was heel reëel. Ja. Ja, dat is een mooi voorbeeld. De storm op het meer. Al het fysieke bewijs wat er was, zei van het is afgelopen. En onze uitdaging, is dus vaak van accepteren dat als het woord het zegt, dat is de realiteit, dat is het waar. Niet wat ik zie, niet wat ik voel, niet wat ik ervaar met mijn zintuigen, nee, wat het woord zegt. En alles in je zintuigen zegt van nee, 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 en het woord zegt ja, ja, ja. Er staat immers ook, hij die bij macht is, zoveel meer te doen als wij kunnen bedenken of beseffen. Ja. En misschien is dat als we denken van het komt nou eens goed, dat we ook denken van nee, hij is zoveel meer in staat als dat we zelfs nog kunnen bedenken. Ja. Maar ik kijk vaak met aardse ogen. Ja, maar ik ken dat. Maar jij niet alleen, dat doen we. Dat doen we allemaal, maar we mogen elkaar dus aanmoedigen en aanvuren om bij iedere crisissituatie, uit ieder probleem wat voor onze neus ligt, wat voor ons onoplosbaar lijkt, wat onoverkomelijk lijkt, te zeggen van, en mijn God is bij machten om hier iets hartstikke moois uit te maken. Wat moet Jezus doen? Hoe die het doet, waar die het vandaan haalt, geen idee. Maar hij is in staat om uit deze situatie iets fantastisch te maken.
wat geweldig is voor mij en voor mijn gezin en voor mijn familie en voor mijn broeders en mijn zusters. Hij is in staat uit deze onmogelijke situatie iets geweldigs te maken. En dat is geloof hebben, dat is vertrouwen hebben, dat is van de Heilige Geest. Maar goed, ik had bedacht van, nou, het is gewoon een leuk hulpmiddeltje als je in zo'n bui zit, om het maar even zo te zeggen. Pak dat blaadje erbij, schrijf eens even op wat voor gedachtes er door je heen gaan. En aan welke kant van de streep horen die gedachtes thuis? Is het van God of is het van God? Is dit nu van de Heilige Geest of niet? Dus... En ik denk op die manier kunnen we onszelf als het ware heropvoeden en onszelf leren te gaan wandelen naar de Geest. Om op een gegeven moment bepaalde gebieden te besluiten van nee, ik hou hiermee op. Ik hou me op met me hier zorgen over te maken en in paniek te zijn. En wat ik al die tijd al gedaan heb en het gaat fout en het komt niet meer goed. En wat heeft dat opgeleverd? We moeten de gedachten krijgsgevangen maken. Ja. Ja. We moeten de gedachten krijgsgevangen maken. Dat is nog een hele leuke detail aan die tekst. Daar staat, we moeten ze krijgsgevangen maken aan de gehoorzaamheid van Christus. Dat is wat er letterlijk staat. In veel vertalingen staat dat verkeerd. Dat staat van de gehoorzaamheid... in Christus, of iets dergelijks. Nu waar die tekst staat. Maar dat betekent dat zoiets dat wij dus beter Jezus moeten gaan gehoorzamen. Daar komt het dan in de meeste vertalingen op neer. Maar in de goede grondtekst staat echt aan de gehoorzaamheid van Christus. Oftewel, Christus is gehoorzaam. Hij is volledig gehoorzaam geweest aan God. Dus daarom zijn onze zonden weggedaan. Daarom is onze ziekte weggedaan. Daarom is onze armoede gebroken. Daarom, vanwege de gehoorzaamheid van Christus, zijn al onze problemen wezenlijk opgelost. Dus wij moeten onze gedachten onderwerpen aan, ja, maar Jezus heeft het al volbracht. Ja. Jezus heeft het al gedaan. Jezus is volledig gehoorzaam geweest. Ik schiet tekort misschien in gehoorzaamheid. Ik schiet misschien tekort in toewijding. Ik schiet misschien tekort in al die dingen waarvan ik vind dat ik ze zou moeten zijn. Ja. En eigenlijk wel meer zo. Maar hij is niet tekort geschoten. Hij heeft niet gefaald. Hij is niet minder geweest. En de resultaten in mijn leven worden dus niet bepaald door of ik het allemaal goed doe. En of ik allemaal voldoe. Of ik het allemaal... presteer. Nee, de resultaten in mijn leven worden bepaald door zijn gehoorzaamheid. Dat hij volledig, perfect, volmaakt werk gedaan heeft en offer gedaan heeft. Daardoor staan de resultaten in mijn leven vast. Als ik probeer gedachten krijgsgevangen te maken, ja. Doe ik het meest door te lofprijzen en te aanbidden. Amen. En dan is niet dat daarna de situatie veranderd is, ja. Maar er is iets in mij veranderd. Mm-hmm. Absoluut. Ja. En als je alleen maar gaat denken, oké, het komt nu wel goed. Hij zegt het wel goed. Ja, maar dit, hij zegt dat. Dan blijf ik ermee bezig. Ja. En door gewoon te zeggen, ik stop met daar aan te denken en ik ga absoluut. Gewoon oploven. Amen. Amen. Lofprijs is zo sterk hulpmiddel om jezelf eruit te halen. Ja, zo heb ik het middeltje van, ik plug even in zijn gehoorzaamheid. Ik plug mijn ziel zo even in zijn vergeving. Ik plug het gewoon en dan laat ik het los. Want ik ben gewoon verbonden als die wijnstok. Weet je wel, in die liefde, in die vergeving van hem. Ik ben maar dat. Ja, dat zijn ook mooie dingen. Dus daarom is lofprijs ook belangrijk. Het woord, een relatie met het woord is belangrijk. Je moet weten wat het woord zegt over jou, over wie God is. Dat heb je nodig om je ziel toe te spreken. Lofprijs en aanbidding zijn geweldige manieren om los te komen van je eigen vlees en je eigen denken. En even gewoon niet met jezelf bezig te zijn, maar met wie hij is bezig te zijn. En dat zijn fantastische hulpmiddelen. Bij
Bijbelteksten opzeggen. Ja. Ja. Bijbel hardop. Woord voor God ook hardop lezen. Ook heel goed. Het zijn allemaal hulpmiddelen. Maar als je s'nachts in bed ligt, is het wel handig dat je gewoon teksten praten weer op. Ja. Ja. Als er nog iemand slaap nodig heeft naast je, is lofprijs die al altijd handig. Maar als moet... maar die teksten kan je gewoon binnen je hart opzetten. Amen. Maar lofprijs ook, ja. Ook binnen je hart. Ja, ja. En dankzegging, hè? Dankbaarheid, dankzegging. Het zijn vele predikers die zeggen van... In de geestelijke strijd heb je allerlei soorten wapens. Je hebt messen, pistolen, geweren. Dankzegging, dat is het grote kanon. Yeah. Dat is het echt zware geschut. Sorry. Wat voor manier dankzegging bedoel je dan? Nou, gewoon God gaan danken. Voordat hij het gedaan heeft. Midden in de troep, midden in de prut. Als er fysiek gezien geen enkele aanleiding lijkt te zijn tot dankbaarheid. Werkt het dan ook nog in hemelse gewesten als wapen als op dat moment je het niet ervaart en het enkel een uitspreek is? Ja, dank. Okay. Ja, absoluut. Het ton schiet dan toch wel. Ja. Want er zijn altijd wel dingen te bedenken waar we dankbaar voor kunnen zijn. Ja, maar omdat als je echt in wanhoop bent, is het soms moeilijk om het te voelen. Ja. En ja. Ja, zeker. Vind ik het nog steeds belangrijk dat je dankt, maar of het dan ook waarde heeft in die strijd, vroeg ik me af. Omdat je zet namelijk iets vrij in. Je richt jezelf op datgene... Ja. Waar je dankbaar voor kan zijn. Ja. En dan richt je jezelf niet meer op dat andere. Ja. Dus dat is eigenlijk... Dat is het inpluggen wat Ria zei. Dan plug je als het ware in op de dankbaarheid waar je wel dankbaar voor bent. Ja. De duivel en de geestelijke machten van deze wereld willen dat jij opgeeft. Die willen dat jij denkt van het is afgelopen, het komt nooit meer goed. Geen enkele... Dat is wat ze willen dat jij denkt. En als ze jou daarin kunnen houden, dat jij dat denkt, ben je machteloos, ben je uitgeschakeld, kunnen ze van links naar rechts schoppen waar ze maar willen. Ja. En op het moment dat je juist in die situatie gaat danken, dan doorbreek je, absoluut, doorbreek je dat proces. Of je het al voelt op dat moment of niet, dat doet er helemaal niet toe. Het feit dat je het doet, is gewoon... Het ontwapenen van de vijand, het ontwapenen van de tegenstander. Ja, want de vijand laat je zulke problemen zien en die blaast ze nog op ook. Ja, amen. En dan probeert hij God zo klein te maken. Ja. En op het moment dat je God gaat loven en prijzen, dan ga je groeien voor jezelf en het probleem klein. En hij vliegt. Ja, amen. Halleluja. Dank u, Jezus. Maar goed, één ding staat voor ons vast. We hebben Jezus aangenomen in ons leven. Er is voor ons geen veroordeling. God veroordeelt ons niet. Hij weet alle dingen. Zelfs als ons eigen hart ons veroordeelt. Als ons eigen hart ons beschuldigt of aanklaagt. 1 Johannes 4 vers 19 en zo. God is meer dan die dingen. Is meer dan ons hart. Als wij helemaal in onze ziel verstrikt zijn. Hij niet. Hij kijkt daar bovenuit. Ja. Hij ziet ons aan in wie wij werkelijk zijn in de geest. In zijn Zoon Jezus Christus. Volmaakt, perfect, foutloos, vlekkeloos, helemaal goed. En hij denkt, mijn kind, het komt allemaal goed. Halleluja. Amen. Nee, omdat ik lees dat zinnetje. Er is geen veroordeling sowieso voor Jezus. Als je Jezus hebt aangenomen, dan ben je vrij van te worden. Maar dat ik niet meer langer daarin lees dat... Ik las altijd dat hij dan, op het moment dat ik naar het vlees wandel, dat hij dan de veroordeling bracht. Ja. Maar dat staat er helemaal niet. Het staat gewoon dat... En hier staat dat verdoemenis of condemnation. Maar ik denk dat vaak als we naar het vlees wandelen, dan komt er wel veroordeling. Maar die we over onszelf... Het is onze eigen veroordeling. Onze eigen veroordeling is dat. Dat heeft niets met hem te maken. Dus ik zag in één keer dat los van... Ja. Er is veroordeling bij hem, want ik heb nu, ben nu naar het vlees. Maar dat staat er eigenlijk helemaal niet. Dat vond ik interessant. Zo kan je kan het lezen, alleen het is dan niet in harmonie met de rest van de Bijbel. Nee. Dus je moet het wel interpreteren in het licht van de rest van de Bijbel. En de rest van de Bijbel zegt, jij bent door één offer... Ja. Volledig geheiligd en gerechtvaardigd. Ja. Dus hoe kan er veroordeling van God uit voor je? Als God voor ons is, wie zal tegen ons zijn?
Weet je, al die teksten zeggen ons, ja. Vanuit God is er geen veroordeling. Ja, vanuit God, inderdaad, dus dat staat daar ook helemaal niet. Maar wij ervaren het wel, lezen. Waar komt het vandaan? Van onszelf. Ja. Wij zijn zelf degene die onszelf veroordelen, ja. Die onszelf afkeuren, die onszelf in de put praten of minderwaardig vinden of voelen of praten, omdat we ons vergelijken met of met andere mensen. Of met hoe wij in onze beeld van me denken, ik zou eigenlijk zo moeten zijn, maar ja, zo ben ik niet. Ja. Dat zijn de zaken waar de veroordeling. En natuurlijk zit de duivel dan natuurlijk eens even lekker op te duwen. Ja. Die stopt al veel gedachten in je hoofd. Hè? Die stopt al die gedachten in je hoofd. Ja, dat wil ze versterken. Ja. 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 Je zit echt stil in het geval. Nou, wij ook niet. Ik ook niet. Iemand zei eens een keer, verkocht een mooie. Als de duivel jou herinnert aan je verleden, herinner hem dan aan zijn toekomst. Ja. Halleluja, dank u Jezus. Amen. Ja. Nou, dank u wel vader, dank u voor deze samenkomst ook weer. Dank u wel dat het zonnetje weer doorbreekt. En dat we weer een goede dag zullen hebben. Dank u wel dat welke situatie er ook is. Of het nu speelt in ons leven of dat het nog op onze weg komt. Er is geen situatie waar u niet mee uit de voeten kunt. Er is geen enkele toestand waar u niet iets fantastisch en iets moois van kan maken. Al is het hopeloos voor deze wereld, voorkomen afgeschreven voor deze wereld. U bent in staat om er iets goeds van te maken. U bent in staat en met macht om er iets moois van te maken. En u doet dat voor ons en door ons, omdat u van ons houdt, omdat u ons lief heeft, omdat u in ons woont en dat we uw kinderen zijn. Vader, we danken u voor de fantastische, geweldige dingen die wij gaan zien in onze levens. Of het nu vlakbij is of in de verdere toekomst, het wordt geweldig. Amen. Halleluja. Things are true, whatever things are just, whatever things are honest, think dead, whatever things are good, whatever things are pure.